Kate New J-Line 2019. Hier, ik ga die rappers neuken. Kom hier, schatje. Nee, grapje man, grapje, een homo toch? Wie draagt zoveel ijs, dat hij er koud van krijgt? Ja, wie denk je, wie gaat mij wat vertellen? Koning van de Arnhemmers, ik wil niet als ik snijd doen, maar kom en test mijn gangster. En je bent net soft, dus wat praat je? Zoet een keertje op als een chocolaatje. Ik hou niet van praatjes, want ik ben druk. Tenzij het eindresultaat is dat ze daarna buk. Ik geef niks om ze, maar ik geef al voor zijn nieuwe inspiratiebronnen. Songs, kijk, ik heb weer wat voor je. Niemand heeft ooit iets gehad zonder hard te werken. Je hoeft inshallah, die komt hier niet helpen. Alle Akbar, je noemt iedereen kakbar. Maar wie is de reden van je bestaan? Yo mama, recht per se. Rechtvaardig, je hebt rechten. Probeer je recht maar te halen. Ze willen je natrappen als je down bent in het leven. En dan nog als een deeg je uitkneden. Yo, je wou die tory oplossen, je werd opgelost. Je wou iets zussen en je werd gesust. Krullen op mijn hoofd en ik space. Yo, die shit rijdt niet eens. Die jongen had het moeten lezen. Met een copyright claim, dan zou die iedere keer als iemand Matsko of Niffel zegt worden gepaid. Yo, ik luister geen NL hiphop. Klinkt niet als hiphop, maar pop vol disco. Super laag niveau. Krullen op je hoofd en je space. Ja, inderdaad. Je spaced hem dood, de realiteit komt uit verlangens. Maar naar de top worden stakkers. Everything comes back around en alles verandert. Ik dacht proof met z'n X-Factor. En lijkt me marketing, yo Silvio kan groot worden. Maar nooit haalt hij hem in. En kijk, uit 2018 heeft hij meer streams. Dus don't be lacking. Spend op zijn naam om maar net zoveel aan investments. Als is de grand flexing, dan hadden ze misschien proof nog. En bestond ze überhaupt nog. Ze dachten ze kon hem vervangen. Die hele succes ging mee met hem. Aandacht voor rappers. Hang in de shiny stores voor de shiny pak. Snelle riem, snelle boodschappen. Kijk of de S past in mijn winkelmandje. Terwijl Jantje door zijn Matthijs wordt betrapt met zijn handjes. Aan bij de drugs, geld en materialisme. En dan in iets superheilig met Ramadan en islam te twisten. Wat ga je doen als ze die gasblokjes en loebes niet meer willen? Jordan's true religion, real rap. Bekeer ze naar het lionisme.